Oké, we staan hier niet op een hele handige plek of zo. Hoe zijn we hier ooit terecht gekomen? Bordjes gaven het aan. We zijn ondertussen natuurlijk in Amsterdam. En dit is inderdaad wel een beetje het beeld wat je altijd hebt van Amsterdam. Altijd druk, veel mensen, mislukte bussen die hier rondrijden. Het is een beetje allemaal hetzelfde, hè, Lucas? Ja. Amsterdam was alweer goed. We gaan nu richting huis. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Gefeliciteerd, hè? Hey, hartelijk gefeliciteerd. We hebben snoepjes voor jou meegenomen. En een vlog. En alles. Dus hoi, fijn dat je al wakker bent. Ja, toch? Ja, fijn dat je niet ook totaal wakker moest worden hiervoor. Helemaal perfect. Wij moesten naar Amsterdam fietsen. Ja, wij gaan nu zo naar Amsterdam fietsen. Dus ja, dit lag op de route. En hoe oud ben je geworden? 17. Ben jij jonger dan ik? Ja. Hoe ben jij jonger dan ik ben? Weet ik niet. Gewoon, is gewoon zo. Oh, ik word hier ook achter me gefilmd. Ja, dit is mijn tweede perspectief. Oh. Nou, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, maak er een hele mooie dag van. Ja, als ik al van plan heb. Ja. Lekker gaming met de rest. Ja. Nice. Nou, tot later. Ja, ja, ik hoorde net dat er taart gehaald werd. Nou, dat is fijn. Nou. Jongens, we hebben gewoon taart. Er bestaat gewoon geen beter begin van de dag dan thee met taart, nu we nog maar een minuut onderweg zijn. We zijn nu onderweg naar Amsterdam. Volgens mij zijn we nu al sneller dan Lucas bezig, want we zijn onze recordpoging aan het halen. En nog steeds in het allereerste deel, dus we moeten nog een lang deel van onze boeg. Anja? Ja? We staan met het jachthuis aan. Ja? Ja? Dus dan moeten we zo en dan weer links. Ik vind nu al dat je het beter uitlegt dan Lucas. Ja jongens, we zijn er al bijna, Amsterdam. Oké, we staan hier niet op een hele handige plek of zo. Hoe zijn we hier ooit terecht gekomen? Bordjes gaven het aan. Geef even de routebeschrijving. Keer om. Nee. Zullen we anders gewoon even lopen hier? Ik zeg rechtdoor. Lopen of fietsen? Fietsen. Oké. Hier is de snelweg, hier moeten we heen. En hier komen we vandaan. En het is nog ongeveer 20 kilometer tot Amsterdam. Dus dat halen we wel binnen anderhalf uur, denk ik. Met één keer, twee keer een pauze, dus dat komt wel goed. Oké. Lukt het nog? En we zijn alweer in nog meer stedelijk gebied, Randstad. En dat soort dingen, we denken dat het nog ongeveer een uurtje gaat zijn of zo. Dus dat zal niet heel lang meer duren, denken we. Jongens, er liggen hier gewoon kamelen. Aan de snelweg. Nee, maak even een foto. Dat is leuk voor de vlog. Zo, hier is het Muiderslot. Zeg dat nog eens. Omdat de kijkers dan kunnen... Het gaat om het idee dat we komen. Voor mij niet. Jawel. Nee, is toch gewoon alleen gezellig, verder niet. Niks te bewijzen. Jawel. Oké, dames en heren, waarvan we dachten dat het nooit zou lukken. We zijn aangekomen in Amsterdam. Ja, maar dit is het eindpunt van onze reis tot nu toe. En nu hoeven we alleen nog maar naar huis. Nee, met de fiets. Nee, met de fiets. Je staat hier maar binnen. We staan hier nu voor het station. Oftewel, we hebben het bereikt. En dit is dan ook meteen het eindpunt, het middelpunt, hoe je het ook wil noemen, van onze reis. En het wordt nu tijd om weer terug te fietsen. De terugweg gaat op dit soort momenten minder voorspoedig. Ik ben moe, hij is moe. Dus op dit moment niet heel veel progressie.
dus even wat eten en dan zo weer aan de slag. Kijk, dit noemt men fietsend navigeren. Gezellig dit, samen fietsen met Robin. Hoe huts vind je deze dag op 1 tot 10? Ja, dat is een kleine koppelpoort. Doe maar koppelpoort. Ja, dan moet je links. Eén plein en koppelpoort is dezelfde route. Echt wel. Echt wel. Wedden van wel? 100.000 euro. Kijk jongens, dit is Isaac uit de vlog. Hij gaat naar Jamarco nu. Ha? Wat? Ja, dat is een nieuw fiets. Ja, hè? Ja, goed fietsje van Robin. Ja, dat zei ik al. Daarom sta ik hier. Slecht idee. Kijk nog eens. Welkom bij de Lucas probeert te navigeren. Kijk, dit noemt men fietsend navigeren. Lucas, hoe gaat het?